Goedendag, je kijkt naar het Weersjournaal van Weerplaza. En we beginnen het Weersjournaal vandaag met de regenradar. Vanochtend om 11.40 uur waren er nog veel buien te zien boven de oostelijke helft van het land. Maar in het westen was het droog en boven de Noordzee zitten nieuwe buien. En die nieuwe buien die groeiden uit tot hele zware regen-onweersbuien. In de loop van de middag trokken die van west naar oost. Op sommige plaatsen werd zelfs een enkele boom ontworteld. Ook viel de hagel, zware regenval en er waren windstoten van zo'n 80 à 90 km per uur. Het laatste radebeeld is van halverwege de middag. Dan zien we hier en daar zelfs een zwarte kleur. Dat betekent dat er wolkbreuk plaatsvindt, oftewel de zwaarste vorm van regen. Die zware buien die houden we nog even, want het is ronduit wisselvallig weer. En dat zien we ook op de weerkaarten terug. We hebben het de afgelopen dagen er ook al steeds over gehad. Lage drukgebieden in de buurt van de Britse eilanden. Die trekken steeds richting het zuiden van Zweden. En wij hebben dan te maken met een westen tot een zuidwestelijke stroming die de ene naar de andere storing aanvoert. Als we de boel in beweging zetten, zien we het ene lage drukgebied wegtrekken. En het volgende lage drukgebied koerst alweer naar de Britse eilanden. Zondag om 1 uur s'nachts ligt dat lage drukgebied boven de Noordzee. Daar dus, en dan hebben we nog steeds te maken met een aanvoer van zeer wisselvallige lucht. Zaterdag en zondag, dus ronduit wisselvallig, en dat zien we dan ook terug als we naar de detailverwachting kijken. Vanavond nog enkele stevige buien, vooral in het noorden, midden en oosten kan daar onweer een hagel bij zitten. Kan dus lokaal even fors regenen. In het zuiden is het aantal buien minder. Later in de avond neemt de buigheid af, en vannacht is het dan tijdelijk helemaal droog. Er zijn opklaringen. Kweek daalt naar zo'n 7 tot 10 graden. Aan het einde van de nacht begint het in Zeeland alweer te druppelen. En die druppels, die horen bij een groot regengebied. Dat breidt zich in de ochtend over het hele land uit. Dan is dus echt grijs en nat weer. In de loop van de middag trekt de regen naar Duitsland weg en breekt nog heel even de zon door. Dan begint ook de temperatuur pas op te lopen. En dan wordt het nog 13 graden in het noorden en 15 tot 17 in het zuiden. Maar de stevige zuidwestenwind morgenmiddag, windkracht 6 af en toe winkracht 7 aan zee. Zeer wisselvallige zaterdag dus. Maar zoals we net in de modelvelden zagen, er komt een lage drukgebied aan, en dat zorgt ook zondag voor zeer wisselvallig weer. Eigenlijk een kopie van vandaag. Opnieuw dus buienwolken. Kans op onweer, kans op hagel, maar tussendoor ook zonnige momenten. Je moet een beetje geluk hebben zondag dat de buien vooral daar vallen en niet hier. En dan heb je een redelijke dag. 13 naar 14 graden, die stevige zuidwestenwind blijft aanwezig. Maandag ook nog een echt wisselvallige dag. Dinsdag neemt het aantal buien af. Hebben we nog wel de paraplu nodig, maar dan wordt het toch geleidelijk wat beter weer. Temperaturen gaan dinsdag ook een fractie omhoog. En kijken we verder vooruit, nou dan zien we dat de temperatuur voorlopig nog even op dit niveau blijft. Iets onder of rond de 15 graden, maar vanaf volgende week donderdag komt er een trend in en die gaat toch langzaam omhoog richting de 20 graden. Ja, of dat echt gaat lukken is twijfelachtig, want we zien ook de rode lijn die gemiddeld toch echt in de buurt van de 15 graden blijft zitten. Warmere lucht komt dus dichterbij, de vraag is nog even of het ons gaat bereiken. Hoe dan ook, eerst een heel wisselvallig weekend en ik wens u een goed weekend en ook een fijne moederdag. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.